bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Zo schattig. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, waar ben je nu weer beland? Bij de clubruimte. De clubruimte, ja. Hoi. We zijn nu bij de clubruimte en we zijn heel lang op zoek geweest naar de koeien en zo. Ja. Alle dieren die, want we hebben daar natuurlijk de manege. Ja. Die nog niet helemaal klaar is, maar oké. Maar we zijn echt super lang op weg geweest naar de koeien en eindelijk we hebben ze. En ja, die doos die waren we kwijt, hè? Die stond ergens onder de tafel. Heel, heel, weet ik wat. Ver onder de tafel. Maar, want we zijn vandaag, want het stormt vandaag, het is zondag. Ja, het is een nationale stormdag. Misschien heb je het wel gehoord op het nieuws, die heftige storm. Ja. Die komt dus vandaag. En morgen. Ja, maar als we het filmpje zien, is de storm alweer voorbij. Ja, 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 dat is natuurlijk wel weer. Maar het is vandaag bij ons zondag. Ja, ja. En ja, wij hebben nu de heftige storm opkomstig hier. Ja. Jullie ook, denk ik. Denk het wel. Maar ik ben even aan het kijken. Oh, plasje. Dit is niet echt een plas dat ik ken van. Nee, die moet je in elkaar zetten. Dan in elkaar een slootje met water. Zitten. Nou, pak alles maar lekker uit. Ja. Ik kom zo even bij je kijken. Ik ben aan het zoeken geweest en ik heb hier nog een paard, dus die gaat daarbij. Ja. Hier zit echt van alles in. Hier zitten schapen, kalfjes, biggetjes, geitjes, varkens. Het is echt een hele doos met. Ik heb hier echt. Hier ging ik echt. Dit vind ik zo schattig. Kijk dit dan. Het is toch schattig? Oh ja, ja, ja. Echt schattig. Nou, ik kom zo even bij je kijken als je wat verder bent. Ja, ja? Is goed. Later. Ik heb allemaal een beetje op model. Ja. Hier gaan de paarden, dus die komen uiteindelijk weer daar terecht. Ja, dat ben de manege. Ja, en ik heb hier nog wat vichtjes en wat varkens. Ja. Ik heb hier nog wat geitjes en. Oké, die kun je in de buurt van de boerderij. Lekker ja, klein, makkelijk. Zo. En ik heb hier nog wat lammetjes en wat schapen. Schapen en. Dan gaan we nu naar de koeien. Wow. Dit zijn nogal echt. Dat zijn wel heel veel slijgkoeien. Ja, ik heb deze een beetje apart gelegd. Dat is een aparte, dat is een apart soort. Ja, en dit? Ja, die zijn van slijg, dat is dat merk. Ja. Dat is van de smurf en de herken. Ja, dat is net wat handiger, want dit is allemaal. Ja, wat harder plastic. Hol en daardoor. Nou, dan moet je nu meteen een beetje hier bij de boerderij alles gaan uitselecteren. Ja, dat denk ik wel. Ja, jeetje meid. Voor een aardige klus. Voor een aardige klus, ja. Ja, dat kan je. Want het zijn aardig wat. En ik heb trouwens ook nog. Ja. Niet te vergeten. Een ezel. Een ezel. Ja, kijk. En een. Hond. En een hond. Leuk. Ja. Deze. Nou, je bent wel aardig ver. Ja. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Vind ik ook. Ja, top. Nu komen er alle klusjes nog om alle koeien sierlijk. Hier te zetten, zo'n beetje. Ja, leuk. Slootje gemaakt tussendoor. Het is een jongen. Het is een jongen, die moet er dan niet tussen eigenlijk. Oh. Anders blijven we kleintjes houden. Hou je even apart. Nee, ja. Anders een jongen. Wordt het helemaal gaaf. Ja, dat wordt helemaal een rommeltje. Sommigen hebben er twee. Ja, oké. Okay. Denk ik. En ja, je hebt de koeien ook nog achter je, waar je zit nu. Ja, hier. Ja, dus dan moet je een beetje verspreiden. Ja. Maar leuk. Het komt wel goed. Ja, het komt goed. Je bent lekker bezig. Nou, je bent goed bezig, wijfie. Ja. Best wel moeilijk om goed bij te kunnen, ja. Ja, want het wordt natuurlijk nu steeds krap op de baan. Nu helemaal met dit. Ja. Is het al een stuk moeilijker, maar ik heb er wat van kunnen maken daar. Ik zie het. Heb ik de varkentjes staan? Oké. Okay. Want ik vond het toch iets leuk om het daar te doen. Want daar ik ga met je mee. Ik ga met je meekijken. Ja. Nou, je hebt hier koeien gedaan, zie ik. Ja. Ik heb alles even wat leuker gemaakt. En ja, even gekeken. Hier heb ik nog een hele bak met allemaal van dit soort tommetjes. Oh ja. En dan gaan we even naar de varkens. Oh ja, oké, ja. Wat hebben we hier? Oh, daar. Hier in de stad kunnen jullie niet zien, maar ik wel. Heb ik ook nog wat varkentjes geplaatst. Ook van die hele kleine waar ik ook in het begin liet zien. En daarbuiten hebben we dan ook nog wat varkentjes. Okay. En deze heeft lekker in de modder zitten rollen. Oké. Okay. Hier ook nog wat gedaan, zie ik. Ja, ik heb hier de koeien en de schapen. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, maar. Ja, koeien en schapen door elkaar.
Het gebeurt bijna nooit, maar ik had geen plek om ergens anders nog die schapen te doen. Ik dacht, ja, het is wel leuk om bij een molen. Ja. Wat koeien en het schapen te zetten. Oké. Nou, zo is het dus eigenlijk gewoon het hele weiland. Ja, zal ik nog eens even een treintje aanzetten? Dan kunnen we ook even een rondje rijden. Goed. Zien rondrijden. Ja. We zijn nu even poppetjes aan het plaatsen. We hebben nog een doos met poppetjes. En we hebben het heel leukste gedaan. Wat heb je gedaan? Laat maar eens even kijken. Oh ja, oké. Die is een meneer die schiet. Een schietende meneer. Nee, die staat op het dak. Hoe is die omhoog komen? Weet ik niet. Ja, oké. Deze die gaan we daar nu zetten. Oké. Ik heb nog een put.
Ik heb daar nu wat aangehangen, maar ik dacht zo, het heeft niks met die put te maken. Maar ik vond het gewoon leuk om iets te hangen. Oké, waar was die put? Daar. Oké, nou succes, laat het maar zo fijn. Beide. Goeie gezicht. Zo. Hij staat hier bij de deur. Oké. Ik heb wat aangehangen met put, maar het is helemaal niks eigenlijk. Gewoon een emmer met iets erin. Ik heb geen idee wat erin zit. De koeien die vind ik echt super leuk. Ook met die rivier. Vind ik echt leuk. Ja, leuk hè? En ik ben ook wel blij dat sommige koeien die hebben hun hoofd naar beneden. En als het gras ligt daar op de kant daar. Ja. Die lange sliert. Oh. Maar ik ben wel blij dat die koeien dan zo niet te ver naar beneden, maar ook weer niet te hoog. Dus precies goed. Alright, koppers. Helaas jongens, het was een kort filmpje vandaag. We hebben in de storm hebben we niet heel veel buiten ondernomen. Nee, want anders is het best wel hard waaien. Ja, hard waaien. Met deze camera hoor je dat zo goed dat je ons gewoon niet meer kan verstaan. We zijn gewoon lekker binnen geweest. Maar goed, jullie konden even zien wat we vandaag allemaal hebben gedaan aan de binnenbaan. En wat ik allemaal heb op de baan gedaan. Juist, hartstikke goed. Ja. Mocht je een keer zelf leuk vinden om te komen trainen met Bobby? Nou, zeg het sowieso. Ja, laat want, even weten. Ja, ik wil het echt super graag om eens een keer met jou te kunnen rijden. Ja, lijkt me leuk. En dat je ook gewoon even de baan kan zien en hoe alles eruit ziet. Dat je het ook in het echt kan zien. Ik ben heel benieuwd wat jij van treinen vindt. Of wat je helemaal niks vindt. Of dat je gewoon even wil kijken. Je weet het niet, hè. Nou goed. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Dit was een treinenvideo. Ik kom nog veel vaker in treinenvideo. Juist. Maar tot morgen. Doei doei. Doei doei jongens. Doei. Boom, 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 boom